Een keer met een pastoor. Thank you.
Dank u wel, Pablo Casello, voor de warme, mooie muzikale intro. Ik heb er enorm van genoten. Ik hoop iedereen thuis ook. Van harte welkom iedereen bij ons wekelijks Café Mazereel, een initiatief georganiseerd door het Mazereelfonds in het licht van de Beter na Corona-campagne.
Samen met 10 andere media en denktanks lanceerden wij een oproep om samen grondig na te denken over de manier waarop België, de EU en de wereld beter kunnen worden na corona. Onder beter verstaan we socialer en ecologischer. Hoor je tijdens het café een quote of iets dat je inspireert en je wilt het graag posten op Twitter, Facebook of Instagram, gebruik dan zeker de hashtag Beter na corona. Dan overloop ik even kort met u alle technische instructies. Voor velen onder jullie is het misschien de tweede of een derde keer dat jullie dit horen, maar voor anderen is het de eerste keer, dus ik moet het toch even snel doen. Zoals jullie gezien hebben, staan de micro's uit. Dat is gewoon omdat we het met te veel zijn. Dus we vragen ook jullie om deze uit te laten staan. Daarnet hadden we een technische storing. Normaal gezien moesten alle micro's uitstaan. Dat staat ook zo ingesteld, maar dat bleek dan toch niet het geval te zijn bij iedereen. Dus voor degenen die het nog niet gedaan hebben, believen dat dan wel te doen. Tijdens het gesprek wordt ook gevraagd om de camera's uit te zetten, zodat enkel de genodigden in beeld zijn. Dit doe je door in het balkje bovenaan gewoon stop video te drukken. Je kunt best je beeld op gallery view zetten, dat is rechtsbovenaan, zodat je alle sprekers tegelijkertijd kunt zien. Het gesprek wordt opgenomen en is nadien ook te bekijken via de website en onze Facebookpagina. Val je om de een of andere reden weg, dan kan je er eigenlijk gewoon terug bij komen door op dezelfde link te klikken. Dan nog een warme oproep aan iedereen om vragen te stellen tijdens het gesprek en niet daarna. Je kan die vraag stellen per chat naar mij, dus naar Masreelfonds. Ik bundel die dan en ik stuur die door naar de moderator. Mag ik dan nu jullie allemaal vragen om de video's uit te zetten, behalve de sprekers en moderator niet natuurlijk. Dan geef ik nu graag het woord aan Siska Hoed, directeur van ROSA. Zij zal het gesprek vanavond in goede banen leiden. Geniet ervan. Dankjewel, Leen. Welkom iedereen. Het is voor mij de eerste keer dat ik een debat modereer via Zoom. Een beetje wennen dat ik jullie niet in het echt kan zien, maar toch ook wel fijn om alle schermpjes hier te zien. En ik zie zelfs een aantal bekende gezichten. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Ja, jullie weten het, dit is een reeks debatten. Café Mazareel is de noemer waaronder ze vallen met de hashtag Beter na corona. En vanavond gaan we het hebben over een vitaal middenveld. En dat doen we met twee mensen die gepokt en gemazeld zijn in dat middenveld. Els Hertogen, algemeen directeur van ElfElfElf. Welkom, Els. En Anne Vermeulen, zij is actief bij Groen en zit daar onder meer in het partijbestuur. Maar ook jij bent zeer goed bekend met dat middenveld, Anne. Voornamelijk met nieuwkomers, zij is jouw grootste expertise. En dat uitzicht onder meer in jouw engagement bij Gastvrij Beveren. Maar daarover straks wellicht meer. Ja, we gaan een beetje de staat opmaken van dat middenveld vanavond samen. En het hebben over het effect van corona op dat middenveld en de kansen die er nu liggen. Maar misschien ook mogelijk de gevaren, de valkuilen. Waar moeten we naartoe met z'n allen? Dat zijn de vragen die nu voorliggen. Voilà, ja, misschien ook nog goed voor alle aanwezigen. Normaal zeg ik alle mensen in de zaal, maar alle mensen in hun kot is het deze avond. Hè. We zullen ongeveer een drie kwartier onder elkaar praten, aan Els en ik. En daarna is er nog meer dan een half uur tijd voor jullie. Ik zag daar een bekend gezicht op poppen, dag Sarah. Maar daarna is er nog een half uur om de vragen te behandelen die jullie intussen via de chat aan Mazareelfonds gesteld hebben. Dus voilà, dat is een beetje het verloop van de avond. Ik heb een aantal, samen met de mensen van Mazareelfonds, een aantal hoofdvragen voor jullie opgesteld en we zullen wel zien waar die ons leiden. Hè. Maar ik zal meteen met een hele grote beginnen. En die is, ja, hoe schatten jullie dat effect in van corona op het middenveld? Ik weet niet wie daarmee wil starten. Ik gooi jullie gewoon meteen in het diepe met zo'n grote vraag. Ja, ik wil daar wel
Ik wil wel beginnen. Allee, ja, hè. Ja, dat is natuurlijk de hamvraag waar dat iedereen een beetje mee worstelt. Ik denk, wat voor mij een belangrijk punt is, is we doen het debat onder de hashtag Beter na corona. We zitten er nu nog middenin. Het is nog het begin van de crisis. Ja, het zal nog maanden, jaren duren. Maar toch ja, zie je wel dat er al stevige uitdagingen zijn voor het middenveld. En er zijn ook wel opportuniteiten. Ik denk wat voor mij een hele belangrijke en interessante is voordat de corona toesloeg, voordat we eigenlijk een lockdownmaatregel begonnen, was er de jaren voordien heel veel debat over, is het middenveld nog wel relevant, het moet zich eruit vinden, enzovoort. Daar waren heel veel discussies over. Nu, ik was er op zich nog wel zeer positief over. We hebben gewoon een heel levendig middenveld in Vlaanderen en dat kan natuurlijk altijd wel zijn ups en downs en zijn golven. We hebben een sterke verzuiling gehad, dat heeft echt zijn meerwaarde gehad. Die is dan uitgedaagd door nieuwe sociale bewegingen. Die hebben een heel sterke stempel gedrukt, die raken geïnstitutionaliseerd. Er komen allemaal nieuwe soorten initiatieven. Dus daar was zeker wel een grote uitdaging voor dat middenveld. Door nieuwe actoren, maar ook ik denk dat dat oudere middenveld zich wel een vraag in stellen was, maar er was ook zeer veel druk vanuit extern, dus politiek. Vanuit bepaalde hoeken werd het middenveld in vraag gesteld. Zijn ze nog wel relevant? Voor wie spreken we? Enzovoort. En werkende voor LVLV, en ik denk dat veel middenveldsorganisaties dat op dat moment gevoeld hebben, was dat het op een bepaald moment ook niet meer over de inhoud ging, maar werden we eigenlijk als middenveldsactoren, ja, ik ga nu geframed. En dus nog los van de inhoud werden we eigenlijk aan de kant geschoven als goodmensch of onnozelaars of wereldverbieders, naïveling. Waardoor dat we op een bepaald moment, of ik toch, op een bepaald moment het gevoel had, je zit aan de verliezende kant. En je wou eigenlijk in het debat zuiver blijven met feiten, met verhalen. Maar dat was zeer moeilijk om eigenlijk ons verhaal van je zit voor een rechtvaardige samenleving, waar je zorgt voor elkaar, waar solidariteit is. Was gewoon heel moeilijk nog om dat debat te winnen. Dan is corona toegeslaan, eigenlijk van de ene dag op de andere. En als je dan kijkt naar wat het aan de samenleving doet, dus die systeemshock waar wij daarvoor heel veel over praten en proberen op de politieke agenda te zetten, is gekomen. En ineens zie je dat in de praktijk zorg wel bestempeld wordt als essentiële beroepen. Dat solidariteit onder burgers ineens toch weer als relevant beschouwd wordt. Dus dat, ik vind een gigantische opportuniteit voor het middenveld dat we nu de facto zien dat wat wij de afgelopen jaren ook wel zeiden, waar wij in uitgedaagd werden van oké, hoe brengen we dat? Maar dat is iets wat we de facto nu wel zien. De grote uitdaging is dan wel, we zitten nu, zoals ik zojuist zei, in het begin van die crisis. Hoe gaan we dat verhaal blijven vasthouden? Hoe gaan we als middenveld een collectieve slagkracht ontwikkelen om hoe dat we uit die crisis komen wel in de juiste richting te laten kantelen? Dat is voor mij nog wel de grote vraagteken. Maar dus heel veel opportuniteit als je ziet hoe dat we de facto nu in de samenleving toch wel reageren. Er zijn heel veel positieve elementen en die bevestigen wat wij eigenlijk ook al lang zeiden. Maar aan de andere kant ook heel veel uitdagingen om die stem te laten horen op dit moment. We kunnen ook niet op straat komen. Dat was zo belangrijk is, sociaal overleggen. Dat is nu onmogelijk. Dus daar is voor mij wel de grote uitdaging, hoe dat vastpakken en op lange termijn een impact laten hebben. Ja. Anne, herken je? Ja, dat was al heel veel en ik kan me daar absoluut in vinden. Ik denk dat er ongelooflijk veel opportuniteiten liggen. Ik zie dat niet alleen in post-corona, maar ook nu tijdens wat er zich allemaal aan het afspelen is. En ik zie vooral ook dat er al heel wat zaken in beweging zijn gezet. Dus ik zie eigenlijk twee grote dingen. Enerzijds ben ik bang dat de grote organisaties of eigenlijk het algemene klassieke middenveld te traag en te log zal zijn om zich tijdig te organiseren. Omdat men nu al bezig is met heel wat nieuwe plannen of herstelprogramma's of freelance teams samen te stellen. En dat het middenveld niet in staat gaat zijn om zich tijdig te organiseren. Om allerlei redenen op dit moment. Maar anderzijds zie ik ook wel dat er fantastische nieuwe initiatieven ontstaan. Die echt volledig vanuit scratch beginnen. Vanuit een leeg blad. En die echt vertrekken vanuit die noden die onderaan voelbaar zijn. En als er iets is wat het middenveld, denk ik, absoluut... Ja, de laatste tijd toch voor een deel als terechte kritiek gekregen had, was wel dat ze niet meer bottom-up vertrokken, dat ze niet meer echt die signalen vanuit de samenleving echt voelden. En dat ze dus eigenlijk voor een deel geïnstitutionaliseerd waren, op zoek waren naar fondsen, heel erg ja, zichzelf verloren in projectsubsidies en fondsenwerving en het beantwoorden aan een aantal ja, verwachtingen die er wel lagen en de druk die er was op hen. En zoals Els ook terecht aangaf, de kritiek die kwam en het telkens opnieuw in vraag stellen van bepaalde organisaties, het zelfs criminaliseren van bepaalde organisaties, zorgde ervoor dat er heel wat tijd en energie verloren ging.
En nu zie je dat plots, die discussie valt stil, waardoor dat er ruimte ontstaat. Dus ik zie hier echt wel heel veel kans, maar ik ben ook wel voorzichtig, omdat ik ook wel bang ben dat die kans ook wel snel verkeken zal zijn. Ik voel dat er, van zodra het leven zich terug gaat normaliseren, dat er ook heel veel zaken ook plots niet meer mogelijk zullen zijn. Dus ik zie het als een momentum nu, waar dat er heel veel kan opgestart worden. En ik hoop dan ook heel erg dat die krachten zich ook gaan bundelen. En dat die initiatieven die nieuw zijn en de oude krachten, dat die zich ook wel gaan bundelen om hier een nieuwe stap te zetten en met verenigde krachten post-corona ook wel aan de slag te gaan. Mm-hmm. Ja, als traditioneel middenvelds vrouw die jij bent, wat denk je als je dit hoort? Is dat inderdaad iets waar jullie ook mee bezig zijn, van ook die bottom-up initiatieven mee te nemen om daar een kruisbestuiving tussen te krijgen? Of, Ja, ik herken en onderschrijf ook echt wel wat Anne zegt. Ik denk dat dat een grote uitdaging is voor de grotere NGO's. Nu, ik werk voor L5, dus ik kan voor L5 hier spreken. We hebben zeker wel vanuit L5 de afgelopen 10 jaar zo de zoektocht gedaan naar het... De aansluiting vinden bij burgerinitiatieven rond internationale solidariteit, zonder die eigenlijk bij ons te capteren of te willen recupereren. En ik merk dat binnen onze beweging wel voor extra vuur heeft gezorgd, maar dat is echt nog wel een uitdaging om de grotere NGO's op dat vlak ook wel wat te laten bijsturen. Maar het interessante is, we hebben nu, naar aanleiding van corona, want dat heeft ons eigenlijk als middenveld rond internationale solidariteit danig doorheen geschud. Niet enkel een manier van werken, maar ik denk dat iedereen gemerkt heeft, oh nee, telewerk, je kunt niet meer samen overleggen. Iets wat we zelf, waar we heel veel energie uit halen. Maar ook de inhoud van ons werk. We zijn enorm uitgedaagd, dus we kregen onmiddellijk signalen vanuit die ontwikkelingslanden. Ja, het is hier nog geen gezondheidscrisis, maar nu al een inkomenscrisis. Er zijn nu middelen nodig, maar ook pleit voor de schuldkwijtschelding enzovoort. En we zijn eigenlijk heel erg uitgedaagd als actoren die werken rond internationale solidariteit om heel snel ons narratief ook wel vast te pakken. We hebben als koepel daar echt wel redelijk snel inspanningen gedaan om alle actoren die een hart hebben voor internationale solidariteit, om die bijeen te brengen. En dus ook die lokale burgerinitiatieven, maar ook de geïnstitutionaliseerde organisaties. En we zijn erin geslaagd om een statement op te stellen, wat dan ook verspreid is. Een groter debat over puntjes en commas, en dat was op paal. Oké, dit is het statement waar we voor willen gaan. Dus het biedt op dat vlak echt wel opportuniteiten, maar gelijk aan zegt, het daagt ons ook echt wel uit om op een andere manier te overleggen. Je kunt geen wekenlang over teksten palaveren en dat moet nog via instituties. En op een moment moet je ook gewoon tonen dat je er bent en dat je een boodschap kunt uitbrengen. En ik wil het ook niet te positief brengen, dus ik denk dat we die zoektocht echt wel moeten afleggen. Maar we hebben daar ook nog wel stappen in vooruit te zetten. Wat heel erg inspireert is, als ik zie wat bijvoorbeeld op dit moment gebeurt in het middenveld rond armoede of vanuit de jeugdsector, als ik kijk naar een organisatie uit de marge. Want daar is het evidenter, ik wil dat woord niet gebruiken, maar onze doelgroep zit ver weg. Dus we proberen heel erg de verhalen van daar te sprokkelen en hier te brengen. Niet zo evident, maar ik denk dat het cruciaal is dat middenveld dat hier actief is met meer kwetsbaren, ja, dat zij op dit moment echt wel die stem vastpakken en vertolken. En ik zie daar wel heel hoopgevende dingen gebeuren. En ik denk dat ook wel dan is een actoren zoals een L5 om ook die initiatieven te ondersteunen, campagnes als Ik Ben Solidair mee te verspreiden. Dus ik denk dat we daar als middenveld nog wel stappen vooruit kunnen zetten. Dus ik zie de uitdaging, maar ik zie ook wel de zoektocht die we wel proberen af te leggen. Niet altijd heel succesvol. Ja, dat brengt mij ook zo wat bij de... Allee, ik denk dat jullie al een aantal dingen benoemd hebben. Ik denk dat iedereen wat aanvoelt van ja, dit is hier een soort van momentum. Hè? Ofwel keren we tij nu met z'n allen en pakken we dit vast en benadrukken we de goede dingen die we gezien hebben. Het feit dat zorg terug essentieel is. De solidariteit tussen mensen tegelijkertijd... Voelt je ook dat er een andere dynamiek kan zijn die dat moment capteert? Hè, dat het neoliberalisme zeg maar nog meer zijn greep zal versterken als we niet oppassen. Ik heb jullie al horen zeggen van ja, het is belangrijk dat die
instituties, zeg maar, de krachten bundelen met die meer bottom-up initiatieven, het nieuwe middenveld, zeg maar. Dus dat is al één ding, maar wat is er nog nodig om dat tijd te keren, om dat moment hier te capteren? Wat is daar jullie... Ik weet dat je het ook nog niet allemaal kunt weten. Hè. We zijn het allemaal aan het uitvinden as we speak. Hè. Maar zijn er nog dingen waarvan jullie denken, dit is echt nodig, dit is cruciaal? Ik heb er zeker nog wel een die ik wil meegeven. Ik heb heel vaak gezien dat er consensuspolitiek gekozen wordt of consensushandelen binnen het middenveld. Omdat men om allerlei redenen niet meer durfde op tafel te kloppen of toch probeerde om toch of de achterban of degene die de subsidies had gegeven of de partners niet voor de borst te stoten. Of zoals Els ook zegt, je komt met een tekst naar buiten, maar tegen dat iedereen het tevreden is over elke zin en elke nuance en toch wel wil oppassen dat ze niemand voor de borst stoten, dan kreeg je eigenlijk een lang traject. Maar bovendien kom je dan uiteindelijk met een verhaal dat helemaal niet meer zo activistisch is. Waarbij je eigenlijk je uiteindelijke oproep zodanig afzwakt, ja, dat je eigenlijk nergens meer staat. En dan sta je heel vaak volgens mij met een misschien wel krachtige vraag, maar die dan amper wordt opgepikt, die ook helemaal niet meer echt iets in beweging brengt. Dus ik denk echt wel dat er enorm moet gewerkt worden aan dat politiserende, dat terug te durven omarmen en niet meer bang te zijn van telkens opnieuw toch de dingen te benoemen zoals ze zijn. En dat heb ik echt wel gemist. En dat is iets wat natuurlijk al heel vaak gezegd is, hè, dat het middenveld gedepolitiseerd is. Ik zie daarin toch wel een grote rol van het middenveld zelf, dat ze toch niet moeten wachten totdat ze inspraak krijgen, maar dat ze op een bepaald moment ook gewoon inspraak moeten nemen en afdwingen. En je ziet dat heel mooi gebeuren nu, bijvoorbeeld bij het Solidariteitsfonds in Gent, waarbij dan met nieuwe en bestaande actoren een ongelooflijke realisatie heeft neergezet. Dat is fenomenaal qua mensen die betrokken zijn, middelen die verzameld zijn, mensen die ze bereiken. En je zou kunnen zeggen dat dat een parcours is naast wat er al bestaand was. Maar wat zij gedaan hebben, is heel veel werkingen samengebracht, nieuwe werkingen daarbij gevoegd en tegelijkertijd ook op het beleid gaan wegen. En niet wachten tot het beleid vraagt, ja, kom nu eens, we willen wel eens luisteren. Nee, ze worden gewoon onmisbaar. Omdat zij de boots on the ground hebben, omdat zij de signalen hebben. En je kan geen politiek voeren zonder de signalen, natuurlijk. Dus ik zou niet wachten tot de politiek de grote stappen zet, of misschien op een bepaald moment toch meer deuren opent, of toch minder gaat proberen om hen monddood te maken. Nee, ik zie een rol bij het middenveld zelf. Durf te politiseren, durf echt wel terug die activistische inslag in te nemen. En ga hier alsjeblieft met verenigde krachten echt wel jullie verhaal terugbrengen. Dat zie ik toch als een heel belangrijk punt hierin. Ja. Kan jij dat beamen, Els? Ja, absoluut. Alleen, ik onderschrijf volledig de samenwerking en de boodschap toch helder krijgen. Dat vind ik iets heel positief ook aan corona, want het taagt ons ook uit. En ik denk andere middenveldsorganisaties ook om uw identiteit, uw kernboodschap terug scherp te krijgen. Dus voor ons is dat heel duidelijk. Op dit moment zijn wij bezig met hoe slaat, welke impact heeft de coronacrisis op die bevolking in andere werelddelen. Dat is waar wij het voor doen. Dat is de verhalen die wij zoeken en dat is waarmee wij campagne willen voeren en waar wij ook mee naar de politiek gaan. En ik denk dat dat belangrijk is voor alle verschillende middenveldsectoren, dat zij ook teruggaan naar hun core business, voor wie dat zij eigenlijk spreken. Dus ik onderschrijf dat volledig. Nu, voor de een zal dat iets evidenter zijn dan de andere om dat te capteren, maar ook om dat gebracht te krijgen. Ik zie ook wel de samenwerkingslogica meer en meer ingebed. Bijvoorbeeld rond klimaat hebben we dat heel erg gezien, al in het verleden. Maar dat kan uiteraard alleen nog maar scherper. Maar wat ik daar wel bij wil aanvullen is, vorig jaar was ik zelf aan het worstelen met, oké, wat is nu de best mogelijke vorm om dat politiserend werk te doen? Is het burgerlijke ongehoorzaamheid? Het was een herhaling van klimaat. En op een bepaald moment ook mee met de geïnstitutionaliseerde actoren mee de wetstraat zijn gaan bezetten en echt burgerlijk ongehoorzaam zijn. En dan was er bij mij echt de vraag van, oké, is dit dan nu the way to go? Heel erg mee in het worstelen. En dan een paar maanden terug was Kumi Naido in Brussel, dus hij is hoofd geweest van Greenpeace, maar ook van Amnesty enzovoort. Een activist in Zuid-Afrika die nog de apartheidstrijd eigenlijk heeft meegemaakt. En op een bepaald moment vertelde hij het verhaal. Hij was een activist vroeger. Zij braken uit, zij gingen de straat op protesteren enzovoort. En zijn zus was degene die dan, als hij en zijn broer in het gevangen kwamen, die de borg kwam betalen. Of die 's nachts het raamje openzette, zodat ze buiten konden en binnenkomen. En hij zei, dat was even belangrijk voor de verandering die wij teweeg hebben kunnen brengen,
zowel het burgerlijk ongehoorzaam zijn, maar ook het meer rustige, achter de schermen, bedachtzaam enzovoort. En ik heb dat ook echt wel meegenomen. Ik denk dat dat wel een grote les is naar het middenveld hier ook. Dus dat wij elkaar moeten uitdagen in die boodschap helder krijgen, maar dat het ook oké is dat er verschillende manieren zijn om de samenleving te willen veranderen. Er zijn mensen die er helemaal oké mee zijn met veel te lezen en debat te gaan, en er zijn anderen die echt die stormdrang hebben om inderdaad heel scherp en meer op een echt activistische manier de baan op te gaan. En dat is voor mij wel een belangrijke les die ik daaruit heb meegenomen. We moeten elkaar uitdagen, maar we moeten ook echt wel respect hebben dat er verschillende manieren zijn om naar die maatschappelijke verandering te streven. En ja, ik denk dat wij als koepel daar bijvoorbeeld rond de internationale solidariteit wel een rol in hebben, maar dat dat voor heel veel sectoren wel geldt. En ja, dat we... Ik volg anderen wel in. Ik denk dat we als middenveld elkaar nu meer moeten vinden. En was die ene boodschap die we willen brengen. We moeten op rechtvaardige manier uit corona komen, maar ook dat respect hebben naar elkaar binnen dat middenveld. Oké, goed, er zijn verschillende manieren om dat aan te pakken en we gaan niet intern elkaar afvallen, maar we gaan wel zoeken hoe we collectief krachtiger kunnen zijn, wetende dat je op heel veel verschillende bloemen kunt laten bloeien eigenlijk. Ja. En welke rol zie je daarin zelf voor LVL dan? Als je dan dat continuum hebt tussen het meer bedachtzame of debatteren en dan echt op de barricade gaan staan? Ja, ik denk dat wij, nu spreek ik enkel voor LVL, ik denk dat wij veel meer de breuklijn moeten durven opzoeken wat betreft internationale solidariteit. En dat doe je zowel in je analyses, dus ik denk dat wij in de dossiers die wij opbouwen terug veel meer moeten durven gaan naar onze identiteit. Dus ook politiek dat debat wel scherper moeten durven aangaan. Dat wij ook op momenten daartoe doet echt weer scherper op straat moeten kunnen komen. Maar dat we daarnaast ook echt wel die rol hebben om, zoals ik zojuist zei, we hebben een heel grote diversiteit van types actoren in onze beweging. Dat ook aan ons is om veel meer te gaan luisteren. Dus het politiseren is wel extern, maar het is ook gericht naar het intern publiek. En ja, ik denk dat wij veel meer dat debat ook wel moeten opzoeken. De vierde pijler die niet zo gericht is op ik ga mee de wedstrijd bezetten, maar andere NGO's bij ons die veel activistischer zijn. En ik denk dat we gewoon die dialoog ook al moeten stimuleren. Oké. Ik weet niet, Anne, of jij hier nog rechtstreeks op wilt reageren? Ja, misschien nog één ding wel. Ik hoorde Els op een bepaald moment zeggen, vertrekken vanuit je eigen visie of je eigen ideologie. Ergens heb ik ook het gevoel dat we misschien nu meer dan ooit moeten kijken wat we willen, wat dat vast ligt, wat dat heel vaak heb ik gemerkt door zelf bij een NGO een paar jaar te werken. Je hebt je smart doelen, je actieplannen, je jaarplannen. Ja, er zijn heel veel dingen die vastliggen. En nu, ja, sorry, maar er zijn heel veel dingen die helemaal niet vastliggen, blijkt. Dus ik denk dan, iedereen moet zichzelf eruit vinden, is nogal rap gezegd. Je moet uiteraard niet helemaal opnieuw beginnen, maar ik merk wel, en dat was misschien... Ik kwam uit een onderwijswereld, ik was gedetacheerd. Ik ging dan 3 jaar werken bij een NGO. En ik viel eigenlijk achterover van hoe vast en hoe log dat alles toch wel was. Hè. Uiteraard ook omdat het ook moet. Omdat je ook, hè, als je een bewegingssubsidie wilt, wat er dan allemaal achter zit. Maar ja, als er één ding is, wat we nu echt wel moeten doen, is vertrekken vanuit die vernieuwde realiteit. Hè. Dus, en dat vertrekt van onderuit, dan kom ik wel op hetzelfde, maar dat is zo essentieel. En daar is vaak de tijd niet voor, daar is vaak de ruimte niet voor, daarvoor zijn ze ook niet georganiseerd. Hè. Vaak is het meer toch een geoliede machine geworden, of toch een beetje een bedrijfsstructuur, waarbij dat je heel veel coördinatiefuncties hebt en heel veel mensen die duidelijke afgebakende verantwoordelijkheden hebben. En beweging is er dan wel één ding van, maar er is ook zoveel meer. En ik denk echt dat daar heel veel nu moet over nagedacht worden. Van hoe kunnen we terug voelen van wat het er nu op dit moment toe doet, wat er nodig is en welke noden zijn er. En ik begrijp dat Els zegt, ja, voor ons, wij voelen dat minder dan bijvoorbeeld uit de marge. Maar ik weet dat uit de marge ook alles via WhatsApp heeft moeten doen en online. Dus of dat die nu op 10 meter van hen woonde of misschien 30 kilometer verder. Ja, het is wellicht ook zo dat op 1 september zal niet alles helemaal anders zijn. Dus we gaan ook moeten nadenken hoe dat we die basis kunnen bereiken. En die de dingen die leven, de noden die er zijn, de veranderde realiteit. Hoe dat we die ook opnemen en hoe dat die ook mee vorm kan krijgen. Dus dat denk ik ook nog wel dat we daarmee kunnen aansluiten. Maar ik heb daar eerder een vraag dan een antwoord. Ik denk dat heel veel organisaties zichzelf daar die kernvraag moeten stellen van hoe kunnen we ons terug afstemmen op de huidige realiteit zonder uiteraard onze oorspronkelijke ideologie en visie helemaal los te laten.
Ja, ik ben absoluut mee eens. Dus op dat vlak ook wel een uitdaging dat je niet meer fysiek bijeen kunt komen, maar we beginnen ook wel te merken dat er zijn online tools om dit te doen. En dat is dan misschien nog wel het positieve hieraan. Waar dat wij in het verleden was stokten op inderdaad, je moet een focusgroep kunnen organiseren of je moet de trein op kunnen gaan. Dat we nu wel platformen leren ontdekken en dat gaat verder dan Zoom, hè, waar dat je echt ook wel met elkaar in debat kunt gaan. En ja, dus dat zou positief zijn om dat wel te vergemakkelijken. Maar ik deel volledig wat aan zegt. Dat is een van de grootste uitdagingen om terug echt in dialoog te gaan en in die connectie. Niet enkel dan met die mensen in, want ik wil het zuiden niet gebruiken en in de landen waar dat wij mee werken, maar ook onze vrijwilligers en die vierde pijlers. We zijn daar zoekende, maar we zijn daar zeker nog niet geland. Ik denk dat daar het punt gewoon is, durven praten en durven inderdaad uw jaardoelen en uw plannen loslaten bij momenten. En dat zorgt ook wel, zeker als je in een organisatie zit waar je ook personeel hebt, die zijn ook vragende partijen om daar wat aan vast te kunnen houden. Maar aan de andere kant, als je dan ziet hoeveel energie dat geeft, als je gewoon een dialoog kunt gaan, een debat kunt gaan. We zijn bijvoorbeeld bezig met zelf met een nieuwe strategische oefening. En we hebben daar eigenlijk gewoon gezegd, we gaan praten over een aantal stellingen. En het moet zelfs niet landen. Het moet geen consensus. Gewoon, we gaan praten en we capteren wat eruit komt. Dus als je dan op het einde vraagt aan die mensen, wat deed dat nu met u? Ja, die energie en die ruimte is enorm. Hè? En ja, dat is niet te doen. En dan zijn ze ook van, ik voel me terug betrokken en ik wil terug iets doen en ik ga mijn vrienden. Dus gewoon praten. Ja, we zijn dat verleerd op een bepaald moment. Allee, ja, ik spreek nu zelf al veel, ik kan dat niet voor heel het middenveld zeggen. Maar dat is dan ook het positieve, op het moment dat je dan die stap zet, ja, die solidariteit is er nog, hè. Dat engagement is er nog. We moeten gewoon ons laten sturen, eerder daardoor dan door een format die ons opgelegd is. Dus, ja. Ja. Mag ik daar nog één ding aan toevoegen, Siska? Ik merkte bijvoorbeeld bij Gent zonder grenzen, hè, dat is eigenlijk fantastisch, dat gewoon ook weer een paar burgers het idee halen van, hè, we gaan die 300 mensen overbrengen vanuit Griekenland. 18 zegt de overheid, maar wij denken dat Gent er 300 kan. Die goesting, die energie waar je het net over hebt, hè, die voel je dan echt bij dit nieuwe team. En dat is echt iets wat zo fijn is om te doen. En dat is ook altijd fijn, vind ik, als je een thema nieuw op de kaart zet voor je campagne, dan kan je die goesting opnieuw terug telkens bovenhalen. En dan krijg je ook gewoon echt die dynamiek die nodig is om dingen in beweging te brengen. En dat is echt, denk ik, iets waar we zeker, zeker voor moeten opletten. Dat je op die manier krijg je burger ook mee. Hè? Want uiteindelijk, het middenveld is ook maar een instrument om die burgers mee te politiseren. Want daar vertrekt het toch wel. En het zijn die burgers die geconnecteerd moeten geraken, verbonden geraken, verweven geraken. En dat kan je alleen maar inderdaad doordat je als middenveld een vorm het aanbiedt, een werkvorm, waarbij dat mensen zich ook vertegenwoordigd voelen of aangetrokken voelen. En dan, wat ik daar toch wel in mis, is dat we toch nog steeds een wit middenveld zijn. Oh, ja. Als we effectief gaan vertrekken vanuit de nood die er vandaag zijn, ja, dan, wij hebben fantastische visies in heel veel middenveldorganisaties, maar het blijft natuurlijk heel moeilijk om al die verschillende groepen effectief te gaan vertegenwoordigen, maar vooral door die zelf van het woord te laten. En zeker nu, corona valt heel erg zwaar voor een aantal doelgroepen, een aantal kwetsbaren. Maar die zijn helaas vaak ook heel anders georganiseerd of niet georganiseerd. Heel de sociale, de etnisch-culturele zelforganisaties bijvoorbeeld, die zijn structureel veel minder opgenomen in het traditionele verhaal. Maar die hebben meer dan ooit ook nu noden en vragen en organiseren zichzelf ook, maar blijft veel een parallel circuit wat niet mee opgenomen wordt. Dus ook dat, denk ik, is nu meer dan ooit, als we effectief beter na corona willen, laten we dan alsjeblieft ook iedereen meenemen en nadenken hoe dat je eigen achterban, je eigen leden en iedereen die daarmee betrokken is of die jouw doelgroep is, ook gewoon kunt verbreden. Het is een beetje aan wat we eerder ook gezegd hebben over die noodzaak van het meer geïnstitutionaliseerde traditionele middenveld in de kleinere nieuwe bottom-up organisaties. En dat zijn vaak ook zelforganisaties en zo, die niet de kracht hebben soms van die instituten, maar die elkaar wel eigenlijk zouden kunnen versterken of veel voor elkaar zouden kunnen betekenen. Maar ja, we hebben het nu al gehad over die burgers en over het middenveld, maar nog minder over de politiek. En dan kijk ik toch eventjes naar jou. Hè. Jij zit hier met verschillende petjes op. Maar daar ben ik ook wel benieuwd naar. Je bent nauw betrokken toch bij Groen. Hoe schat jij die politiek in op dit moment?
Ja, welke politiek? Hè? Er is heel veel dat we kunnen zeggen, hè, van de formatie tot de interne reorganisatie. Want elke partij gaat zichzelf natuurlijk ook bevragen in deze tijdens- en post-corona-periode. Wel, ik zie ook, ik kan alleen maar vanuit Groen spreken, een hele grote dynamiek ontstaan. Waarbij dat mensen ook, en iedereen binnen de partij, van de studiedienst tot de mandatarissen, tot gewoon de leden, die zijn heel ongeduldig enerzijds, want die willen dat er van alles in beweging komt, want die voelen de nood veel meer dan ervoor. Hè. Er is geen tijd te verliezen en we moeten nu ons verhaal brengen, want het is meer dan ooit volgens ons een sfeer, een klimaat waarin dat we voelen dat de punten waar wij al lang voor streven nu er ook echt wel toe doen. Dus er is heel veel dynamiek en heel veel goesting. Maar je zit natuurlijk nog steeds met een partijorganisatie, met een politieke structuur, met de particratie, met het geheel van hoe het parlement werkt en dergelijke. En het blijft denk ik de uitdaging om hierin ook ja, die burger mee te nemen en duidelijk te maken wat er gebeurt. Hoe transparanter, hoe beter. En dat mis ik zelf, als lid zijnde van een partij, soms zelf. Dat ik, als je er niet bij bent, dan weet je het vaak ook niet wat erachter zit, wat de dynamieken zijn. En dan kom je denk ik op een belangrijk punt. Er is voor mij een dramademocratie waarbij de drama's uit de politiek die halen de mainstream media. Maar wat er werkelijk zich afspeelt, hoe men achter, toch wel achter de camera's probeert om samen te werken, om bepaalde zaken echt op de kaart te zetten en om te proberen op de linkerzijde om echt een aantal punten nu zeker op de agenda te krijgen, dat stemt mij hoopvol. Ik zie dat er absoluut samenwerkingen zijn daar. Maar dat is natuurlijk minder interessant en de media gaat liever op zoek naar de conflicten en de spanningsvelden en er wordt ongelooflijk veel tijd besteed aan heel die formatie en alles daar rond. Maar op dit moment gebeuren er denk ik wel straffe dingen. Dus ik ben hoopvol, maar ik ben ook ongeduldig hoor. Want ik ben ook soms wel bang dat er bepaalde ja, bestaande verhoudingen zich opnieuw gaan vestigen. En ik ben uiteraard bang omdat er vanuit de politiek richting het middenveld de laatste jaren toch wel ja, lelijke dingen gebeurd zijn, laat ons het ook zo noemen. Hè. En natuurlijk zonder subsidies of zonder middelen of zonder een legitimatie wordt het keihard voor het middenveld. Hè. Zelfs nu, als we veel kracht voelen vanuit het middenveld, maar als de politiek vanuit bepaalde partijen, zowel de vakbond nog steeds niet als een belangrijke partner erkennen, maar evengoed niet de koepelorganisaties, Ik vind het onbegrijpelijk dat er relance-teams worden samengesteld, maar dat middenveld daar amper aanwezig is. Dat de SERV een document publiceert waar zeer veel waardevolle dingen in staan, maar dat gewoon de media niet haalt. Dus er gebeurt veel, maar je ziet het niet altijd, je voelt het niet altijd. En ik weet soms niet goed of die grote verhalen waarbij dat de spanningen worden opgezocht, meteen ook niet het stemgedrag vooral gaan bepalen. En dat is natuurlijk waar het in wezen wel nog toe doet. Hè. Op bepaalde momenten, wie krijgt het voor het zeggen? En hoe gaan die dan omgaan met dat middenveld? Dat is iets wat mij echt wel zorgen baart. Mm-hmm. Ja, ik denk misschien twee zaken. Ik denk enerzijds wat betreft politiek. Anne, ik denk dat jij die analyse het best kunt maken en beter dan mij, van wat wordt er uitgelegd en wat wordt er niet belegd door de media. Maar wat me wel opvalt, is dat tot voor corona het alleen maar ging over het persoonlijk aanvallen van de ene politicus naar de andere. Inhoudelijk debat was er daar niet meer. Waar dat je nu toch al iets meer inhoud hebt over de inhoud. Dus ik vind dat op zich, en er zijn een aantal partijen, ik verwijs naar Groen, waar dat je merkt dat er ook expliciet voor gekozen is om te zoeken naar die samenwerking en constructieve voorstel. En zo zijn er nogal. Politiek spel is politiek spel, maar stem me een beetje hoopvol. Ik weet alleen niet van het moment dat ik inderdaad terug in die formatie. Ja, zwart. Dan, het mag niet kantelen. Het zal waarschijnlijk kantelen, maar ik heb wel een aantal politici gezien, ik ga ze nu niet benoemen, die me wel hoopvol stemden. Ik denk van oké, als die deze lijn blijven doortrekken, dan kunnen we misschien toch wat stappen vooruit zetten. Wat betreft het middenveld, dat deel ik volledig. Dus ik heb ook wel een grote angst. Dat we op het moment dat we terug een regering hebben, constellatie gaan hebben, op het moment ook dat we een gat van 30 miljard gaan hebben, of ik weet al niet meer wat de laatste cijfers zijn, dat je inderdaad echt wel een kaalslag gaat hebben in dat middenveld. En zeker die kleinere organisaties waar eigenlijk het experimenteren gebeurt, waar dat echt wel de voeling is met die lokale kwetsbare groepen, daar vrees ik ook wel heel erg voor dat teniet gedaan gaat worden. Dus ik denk dat wel een belangrijke opdracht is voor het middenveld, om daar de armen in elkaar te slaan en
En ja, daar staan we op straat te komen, gelijk dat eigenlijk van het vuurwerk gebeurd is. Ja, de voorgaande maand is. En dus, ja, zowat, of dat we het gaan halen als middenveld, dat weet ik niet. Maar we moeten absoluut wel ook gebruik maken van de kracht. Of wat we nu tonen. Je ziet dat we nodig zijn. Zonder het middenveld was er die buffer ook niet. Werden bepaalde stemmen niet gehoord. Ja, dus we gaan daar echt wel een strategie in moeten steken. En ik volg ook wel dat het heel jammer is dat je zo eerst een eerste relance comité hebt. Economisch, en dan 10 dagen later komt er eentje wat meer op sociaal. En waar dat dan wel iemand van okay, de Vlaamse Jeugdraad in zit, super, maar okay, er is zoveel meer waarop geteerd kan worden. En ik denk dat dat ook wel een uitdaging is voor het middenveld, want dat hoor ik dan wel. Op het moment dat het middenveld dan uitgenodigd wordt, komen we met de grote verhalen, maar zelden met heel concrete verwachtingen. Of, terwijl vanuit de economische sectoren, die zeggen echt van ja, we willen op dat moment, op die datum, die soort winkels kunnen openen en vanuit het middenveld komen we vaak met het moet rechtvaardig zijn en het moet sociaal afgetoetst zijn. Wat betekent dat dan? Dus daar ligt wel een grote uitdaging om dat concreet te maken. Het is soms ook complexer natuurlijk dan gewoon zeggen die winkels moeten weer open kunnen. Ja, dat vind ik ook. Anja, wil ook reageren? Ja. Els, ik eigenlijk een vraag aan jou. Als aan Marciska, is dit dan niet het uitgelezen moment om als middenveld zelf de Staten-Generaal bijeen te roepen en gewoon te zeggen van hey, sorry, maar dit en dit en dit vinden wij op dit moment nu echt wel ja, dat er in beweging moet gezet worden. Ik denk soms echt wat ik in het begin zei, die inspraak krijgen, dat wordt precies toch steeds moeilijker of toch ook ja, fragieler. Ja, neem ze, zorg dat mijn nieuwe naast jullie kan kijken en je gaat vuurwerk als voorbeeld. Hoe straf is dat nu toch eigenlijk? Hè? Van compleet hopeloos, van help, wat gebeurt er? En er wordt veel minder aandacht besteed aan het feit dat er heel wat van die dingen zijn teruggedraaid. Maar dat is eigenlijk zot. Hè? Ze hebben zich verenigd. Er is een ongelooflijke kracht ontstaan. En ik denk dan, wauw, er kan zoveel. Hè? Dus Hart boven Hart heeft dat ook al een paar keer getoond. Ik voel wel dat er nu nood is aan een nieuwe wind en een nieuwe koepel misschien. Of een nieuwe mantel om die zaken onder te brengen. Maar ik denk, kom aan, middenveld, hé, laat ons daar gewoon samen zelf die stap zetten. En dan moeten ze wel rekening houden met wat jullie doen. Ja. Ik denk wat ik vandaag zie, maar dat is eigenlijk drieledig wat ik wil antwoorden, is ik zie wel middenveld, ik zie het doen, maar nog erg vanuit de tunnels. En ik kan u zeggen, vanuit internationale solidariteit zie ik dat we proberen. Okay. Vanuit wat ik juist zei, de jeugdsector zie ik echt wel. Ja, ik zie dat er daar geprobeerd wordt. En, dus dat is één wat ik wil zeggen. Twee is, er gebeuren ook wel dingen. Er zijn op dit moment echt wel, er wordt gezocht naar dynamieken, maar over de taalgrens heen. Van oké, okay, we willen met een gezamenlijke analyse naar buiten komen en we willen eigenlijk ja, diezelfde nagel kunnen kloppen. Maar die analyse is niet zo evident, omdat we op dit moment niet goed weten waar gaan we voor 2 weken staan, waar gaan we voor 1 maand staan. Dus dat evolueert continu. Maar dus ik denk inderdaad dat we daar nog wat sneller moeten gaan. Maar een derde is, en dat wil ik wel meegeven, zoals heel de samenleving, maar nu mijn eigen organisatie, maar heel veel organisaties, het is disruptief geweest. Niet louter voor de samenleving, maar ik denk iedereen die je spreekt binnen organisaties zijn ook wel, ja, wat... Ja, bouleversé, zoals je zou zeggen in het Frans, gaat over een andere manier van werken. Heel veel hebben in hun omgeving, hebben te maken gehad met COVID-gevallen, zitten met de zorg voor hun kinderen. Dus het is die context waarbij dat je dan ook nog niet meer bijeen kunt komen en proteststaks voor hebben. Het is wel die context en dan nog de uitdaging van, ja oké, okay, op welke nagel wil je nu kloppen inhoudelijk? Dat wel maakt dat het niet zo evident is om nu snel te schakelen. En ik wil dat niet als excuses gebruiken, maar het is gewoon echt niet zo, het is niet zo evident op het moment. Maar ik volg wel aan dat we het moeten doen. Het is wel het gevoel dat er gezocht wordt. Ja. Net zoals de politiek ook zoekt, hè, of een partij ook zoekt, voelt je dat middenveld ook wel aan het zoeken. En wat ook wel belangrijk is, we hebben het nog niet over de media gehad. Nu kan ik ook alleen maar spreken vanuit Elbeveld, maar het is ook helemaal niet zo evident om onze boodschappen gebracht te krijgen. En we hebben niet de macht van een politieke partij of van bepaalde economische actoren. Er zijn een aantal media, ik ga ze nu niet benoemen, waar we wel merken, oké, okay, die boodschap wordt wel stilletjes zijn opgepakt. Maar daar voelt je ook wel dat de machtspositie vanuit middenveldsorganisaties onvoldoende is om echt wel die media mee te krijgen. En dat is van de belangrijke om... Yes, ik zie hier
ook al een aantal vragen binnendruppelen uit het publiek. En daar zit er hier eentje bij die ik zelf ook had genoteerd. En we hebben een aantal kansen benoemd en intussen ook al wel een aantal valkuilen. Maar één specifieke waar ik ook al veel over nagedacht heb. Als je het middenveld noemt, dan zeg je ook vaak vrijwilligers. Hè. Heel veel organisaties werken met vrijwilligers. Terwijl we nu merken, ja, een traditionele vrijwilliger is vaak ook een risicogroep. Hè. Zijn niet de jonge mensen met kinderen thuis. Dus die haken vaak af nu of kunnen zich niet meer engageren zoals ervoor. Tegelijkertijd, ja, je kan niet meer fysiek vergaderen, je kan niet meer buiten komen. Hoe organiseer je die mensen op dit moment? Ik weet niet of jullie daar al, ja, Els zeker, maar welke ervaringen hebben jullie daar nu mee tot nu toe? Dat is niet evident. Ik denk, dat is misschien ook wel interessant om zelfs van Anne te horen, want Groen is ook een partij met een beweging eigenlijk. Hè. Dus we zijn ook heel benieuwd om te horen dat zij dat doen. Ja, dat is op dit moment niet evident. Dus we proberen dat wel via online meetings te doen. En daarnaast hebben we een aantal mensen die gewoon heel veel bellen, die wel contact proberen te leggen, al is het niet fysiek, maar ja, gewoon dagelijks bellen. Hoe is het daar? Wat willen jullie doen? We krijgen ook wel veel vragen via mail. We hebben heel positieve reacties gekregen op het statement wat ik zo net zei. Dat heeft misschien niet zoveel media gehaald, maar gemerkt dat is ook belangrijk voor hun achterban, dat ze wel zien dat er standpunt wordt ingenomen en dat je daarmee bezig bent. Maar dat is een van de grootste uitdagingen. We zitten dit najaar met onze najaarscampagne, als er dan een tweede golf zou zijn. Waarbij dat eigenlijk 11 of 11 wat typisch is daaraan, is dat mensen een spaghettiavond organiseren of een lokaal debat organiseren. Ja, als dat niet zou doorgaan, dan mist je heel die beleving wel. Ja, en de andere kant daagt het ons ook wel uit als ik nu kijk hoe dat wij gedwongen zijn om stappen vooruit te zetten op digitalisering. Ja, dat is ook wel een manier om jongere mensen aan te trekken. We merken dat een aantal van die pistes wel werken. We kunnen ze nu digitaal, kunnen we jongeren in contact brengen met jongeren in bijvoorbeeld in Congo enzovoort. En ineens merk ik, oké, dat werkt echt wel. Dus we hebben nu gewoon de strategie dat we op vlak van digitalisering echt die versnelling willen doorvoeren. En op die manier toch wel een jonger publiek kunnen betrekken bij onze boodschap. Maar een heel grote uitdaging. Dus ik weet niet, Anne, hoe dat binnen de partij wordt aangepakt. Ja, binnen de partij wordt er uiteraard ook gekozen voor sessies zoals dit. Hè. Maar als je natuurlijk, zoals hier, je wordt dan gemute omdat je met zoveel bent. Dus je debat beperkt zich. Hey, we proberen dat bij de politieke raad. Is dat effectief? Zijn dat meer dan 50 mensen die de kans krijgen om tussen te komen? Respect voor de moderator op zo'n moment. Dus dat blijft iets heel moeilijk om de betrokkenheid of de inspraak inderdaad, ja, te garanderen. Anderzijds waren er al een aantal traditionele dingen die we al lang deden, dus via mail en de eigen communicatiemiddelen. Dus dat blijft wel hetzelfde. Maar ik wil eigenlijk een beetje de link leggen met ons gastvrij Beveren. We zijn eigenaardig actiever en sterker geworden tijdens corona. En dat komt omdat we hadden ook wel vrijwilligers die absoluut ook bij die risicogroep hoorden. Maar zij hebben toch ook wel heel snel ontdekt wat het is om online te vergaderen. Maar wat vooral heel fijn is, is als wij een oproep deden voor bijvoorbeeld, er wordt binnenkort een baby geboren in het opvangcentrum hier vlakbij. En we zoeken allerlei babyspullen. Ja, het was fenomenaal. Het lijkt alsof er een heel groot aantal mensen meer dan ooit bereid waren om te helpen, om dingen te doen. Waardoor dat wij plots ook mensen nodig hadden die ja, individueel in veilige omstandigheden materiaal gingen brengen van A naar B. Gingen kijken wat er nog nodig was. En ja, bijvoorbeeld, we zochten stikmachines en stof. Ja, plots, de ene ging naar daar, en de andere. Dus wij werkten alleen maar via WhatsApp, maar iedereen was bezig. En dat was fantastisch. We hebben op een paar weken tijd heel veel mensen kunnen betrekken, maar ook heel veel vrijwilligers terug een identiteit kunnen geven. Omdat er was nood aan online verslag. Er was nood aan computers nakijken voor degenen die volledig afgesloten waren van alles en nog wat. En we hebben dan plots ja, mensen die 3 uur lang in het huis van een gezin gaan zoeken naar internet op die laptop. En toch op die manier iets konden doen, ook al ben je niet in massa samengekomen. Dus ik zag daar eigenlijk toch ook wel zotte dingen gebeuren. Natuurlijk moeten we wel zeggen, mensen hadden meer tijd. Hè. Eens dat het normale ritme gaat komen, die jonge gezinnen waar Els het ook over had, dat wordt verdomd moeilijk. De meesten zitten nu aan het einde van het Latijn. En ik denk, ja, dat gaan we niet zo heel lang volhouden. En het is ook die groep die vaak geëngageerd is in het middenveld. Dus wat gaan die doen op het moment dat die eindelijk gaan bekomen van die extra zware inspanning? Ik denk dat we een aantal mensen tijd gaan moeten geven en ademruimte. En dat staat er natuurlijk in contrast met de snelheid die we gevraagd hebben van we moeten nu gaan handelen.
Terwijl dat we allemaal door deze toch wel heftige periode nood hebben, denk ik, om even dit te verwerken en tot stilstand te komen en ons te herbronnen en dan pas te gaan. Maar ja, de trein is al aan het bollen, dus we kunnen niet stilstaan. Hè, of we gaan een aantal dingen gemist hebben. Dus dat wordt zeker een uitdaging. Ja. Ik ga hier nog eens naar de vragen kijken. Eentje die er een beetje op aansluit. Denk je niet dat je je veel meer moet laten horen? Als je kijkt naar wat er gebeurt bij de exiten, dan krijgen degenen die zich het meest laten horen gehoor en ook vaak een snellere oplossing. Ik weet niet of een van jullie twee daar direct een reactie op heeft. Ja, misschien... Hoe komt het dat dat gehoord wordt? Dus om terug te komen op de media, ook, en ik wil een heel excuus gebruiken, maar ik denk dat voor heel veel middenveldsorganisaties geldt dat er al heel snel is opgestoken, de vinger is opgestoken. Je zag het via Facebook of op Twitter van vergeet niet de kinderen of vergeet niet de vluchtelingen of vergeet niet, bij ons dat vergeet niet de meest kwetsbare elders in de wereld. Het is gewoon heel moeilijk om die verhalen brede weerklank te krijgen. En ja, alle tips eigenlijk welkom om dat wel gedaan te krijgen. Ik denk dat daar redelijk snel die analyses wel gemaakt zijn. Maar dan gaat het ook over, ja, waar zijn de hefbomen dan om die verhalen boven te krijgen. En dan denk ik dat er anderen zijn die daar waarschijnlijk iets meer... grotere toegang hebben of iets meer macht hebben. Maar ik wil het niet als excuus gebruiken. Dus eigenlijk heel graag alle mogelijke tips daar rond en daag mij daarin uit. Ook van, ja, nee, dat kan toch niet. Dus doe het dan zo of zo. Er wordt gewoon heel veel energie wel ingestoken. En ik spreek niet enkel over Elbevelde. Ik zie dat er vanuit heel veel actoren heel veel energie wel wordt ingestoken om te zoeken naar manieren. Is het dan toch Greenpeace? Probeert dan toch protestacties te doen en dingen te gaan bespuiten? En ja, het is niet zo evident. Ja, want die noden agenderen, dat is in principe de taak van het middenveld, toch? Voilà, ja. Dus ik kan alleen maar zeggen, maar alle tips om het nog anders te doen, welkom. Ik heb redelijk snel gezien dat er heel veel energie naartoe is gegaan om manieren te vinden, om de analyses te maken, om de persberichten uit te sturen, om rond te bellen. Maar dan als je kijkt naar de coverage ervan, klopt. Of het mee oppikken ervan, ja, klopt. Mm-hmm. Ik denk dat we wel gezien hebben, hè. Bijvoorbeeld, we hebben het daarnet al genoemd, hè, heel wat jeugdorganisaties en jeugdwerkers, de straathoekwerkers, door wat er gebeurd was in Brussel en dan veel breder de positie van het kind. Het is heel lang wel aanwezig geweest, maar er wordt eigenlijk heel weinig rekening mee gehouden. En ik denk, het is effectief wel waar dat het misschien onvoldoende in de media kwam, maar ik had het gevoel dat het er wel was, dat heel veel mensen weten dat die vraag er was. En als je cijfers hebt, dan haal je nog iets meer de media. Kijk, uit de marge stond op de voorpagina, omdat ze cijfers hadden, denk ik. En niet zozeer omwille van het feit dat die oproeper was. Want die oproep was er al een hele tijd. Maar ik wil niet achterdochtig zijn, maar ik heb soms echt wel de indruk dat de politiek dit ook niet wil oppikken. Want als al die middenveldorganisaties bezig zijn met die noden die er op dit moment zijn, die eerste lijnzorg, ik denk bijvoorbeeld aan het burgerplatform, een steeds grotere groep met mensen zonder wettig verblijf of mensen die eigenlijk op dit moment geen opvang hebben. Ja, zolang ze bezig zijn met de extreme noden op te lossen om te overleven, hebben ze ook geen tijd en geen ruimte om zich te organiseren en effectief politiserend te werk te gaan. Dus ik denk dat we het ook wel moeten durven benoemen dat er een tactiek achter zit. Hè. Als men die dingen niet gaat aanhoren en niet gaat opnemen, ja, dan blijft het effectief verzuipen en keihard werken om ervoor te zorgen dat er inderdaad voedselpakketten bedeeld worden, dat mensen niet op straat slapen, dat er medische zorg wordt toegekend. En ondertussen is het verdomd moeilijk om nog energie over te hebben, om jezelf te gaan organiseren, om dan effectief die politieke agenda mee te gaan bepalen. En dat vind ik echt wel iets waar we alert voor moeten zijn. Dat de politiek moet natuurlijk luisteren, dan spreek ik vanuit de politieke partij, en openstaan en voelen wat er gebeurt. En niet alleen op het moment dat hun eigen agenda moet gevuld worden, aankloppen bij het middenveld van nu kunnen we jullie gebruiken, want dit of dit, daar willen we steun voor dit wetsvoorstel, kijken jullie eens mee. Hè? Dus ik denk dat de politiek zeker ook proactief naar het middenveld moet gaan, maar het is effectief wederzijds. Hè? Het is niet de politiek tegenover het middenveld of middenveld tegenover. Er moet gewoon samengewerkt worden. Er zijn zoveel mogelijkheden om samen krachtiger te zijn. En ik denk dat we dan wel kunnen bouwen aan een samenleving waarbij dat die visie die we nu willen, beter na corona, ook effectief een plaats krijgt. Maar uiteraard is niet elke politieke partij daarin even enthousiast. En dan krijg je die oude verhalen en de oude ideologieën. En we weten allemaal welke partijen zich niet vertegenwoordigd voelen of zien. Of zelfs bedreigd voelen door het middenveld.
Dus daar ligt een enorme opportuniteit, denk ik, in de samenwerking tussen partijen en het middenveld. Maar ik wil daar toch ook wel benoemen dat heel veel middenveldorganisaties als de dood zijn om verbonden te worden met een politieke partij. Als ik zelf als lokale mandataris hier in Beveren bepaalde lokale middenveldorganisaties wil aanspreken om te voelen of om te weten wat er is, dan krijg je heel vaak heel neutrale en algemene antwoorden, want men is toch zo bang dat er dan zal blijken dat ze contact hadden met één partij en niet met de andere. Ja, als we bang gaan, als we vertrekken vanuit angst, ja, dan komen we nergens, hè. Dus die transparantie moet er inderdaad wel zijn, maar tegelijkertijd ook het lef van durf toch in contact te komen met elkaar, wissel uit en versterk elkaar, want we zijn geen tegenpolen, ik denk dat we elkaar alleen maar kunnen versterken. Mm-hmm. Dat sluit aan op een andere vraag in de chat. Anne, die vraag is, waar moet Groen heel erg op focussen in corona, post-coronatijd? Wel, groen is natuurlijk heel veel. Hè. Is en ecologisch en sociaal, maar zoveel meer. Maar voor mij is dat natuurlijk, ik spreek dan echt, ik vind ook dat dat mag. Hè. Elke politicus zijn eigen dat heeft en zijn eigen. Voor mij is dat uiteraard alles wat te maken heeft rond de grondrechten. Als we er niet in slagen om na corona ervoor te zorgen dat iedereen beschermd wordt binnen dat kader van die grondrechten en die mensenrechten, ja, dan zijn we niet goed bezig. Hè. Meer dan ooit is gebleken dat mensen effectief veel harder geraakt worden, die kwetsbare groepen die nu al voor corona geraakt werden en die bepaalde dingen absoluut niet als normaal of gerealiseerd kregen, dat nu meer dan ooit nodig is. Hè. Er is zoveel nood en er zijn zoveel groepen die bescherming vragen. Er zijn zoveel kaders die ontbreken op dit moment. Dus ik zal nooit dulden dat er in een post-corona-tijdperk nog meer wordt ingebeukt op die basisrechten, op die grondrechten, op die mensenrechten, op de conventie van Genève. De kaders zijn er. Ze worden uitgehold. Nu blijkt eigenlijk dat die groep meer dan ooit effectief heel veel last heeft van de nadelen van wat er nu gebeurt. Ja, als we nu niet de kans grijpen om te zeggen dat elke burger, elk individu die garantie moet hebben, ja, dan zijn we volgens mij als politiek echt wel niet meer geloofwaardig. Mm-hmm. Els, waar denk jij dat de politiek op moet focussen nu? Wat zou jij graag zien vanuit de politiek? Ja, ik deel wel de analyse van Anne, de focus op grondrechten, maar wat ik echt wel essentieel vind, is, en ik gebruik het woord essentieel, het feit dat we nu spreken over essentiële beroepen en dat de gaat over publieke diensten, dus investering in zorg, in gezondheid en sociale bescherming. Ik denk dat deze crisis heeft getoond dat dat geen is wat ervoor zorgt dat je als samenleving veerkrachtig kunt zijn. En dus voor mij is dat, daar kun je niet meer buiten, dat de politiek moet nu dat voorop zetten. Dat is hetgeen waar ze in moeten investeren en waar dat ook je economie in functie van moet staan. Dus voor mij is het terug durven pleiten voor een sterke staat. En ik bedoel dat dan echt, ja, vanuit uiteraard staat je ook heel veel vrijheid en mogelijkheden nog biedt, maar een staat die wel echt gericht is op publieke diensten die ervoor zorgen dat inderdaad de grondrechten gewaarborgd kunnen zijn. En dat is voor mij een cruciaal. En dat is ook één, als ik nu opnieuw kijk vanuit internationale solidariteit, daar pleiten wij ook voor. Het is duidelijk nu nood en eigenlijk helikoptergeld, zoals er vanuit de VN gezegd, er zijn heel veel financiële middelen nodig, die moeten gericht zijn op het opbouwen van sterke publieke diensten, dat mensen toegang hebben tot kwaliteitsvolle zorg, kwaliteitsvol sociaal bescherming en kwaliteitsvol onderwijs. Punt. Dat is hetgeen wat ons door crisis loodst en wat ervoor zorgt dat je na een crisis ook als samenleving voldoende buffer en veerkracht hebt om terug een relance te maken. En ja, als de politiek dit niet herkent, ja, dan is er echt wel een fundamenteel probleem. Oké, ik ga nog eens kijken. Hier staat helemaal bovenaan nog een vraag. Welke rol kunnen de vakbonden spelen volgens jullie? Die hebben we inderdaad nog niet aan bod laten komen. Er is een stukje van jouw vraag weggevallen, Siska, door de verbinding. Welke rol kunnen de vakbonden spelen? Ja, ik denk dat de vakbonden op dit moment absoluut getoond hebben dat ze zeer noodzakelijk waren, al puur om de administratieve functie bij de technische werkloosheid. Het was gewoon als zij er niet waren, dat is heel, heel essentieel. Maar ik denk ook dat er heel vaak vergeten wordt dat die vakbond gewoon 3 miljoen leden, hè, dat is eigenlijk ongelooflijk. Er wordt, vind ik, veel te vaak denigrerend over gedaan. Die vakbond is een heel belangrijke stem en die vertegenwoordigen ook veel meer dan de arbeider of de. Dat is een grote groep werknemers met een zeer grote diversiteit. En ik denk dat die hun kerntaken qua dienstverlening, dat ze daar wel moeten durven uitbreken. En je voelt dat ook wel. Heel veel vakbonden zijn op zoek naar bepaalde
bepaalde thema's rond bijvoorbeeld diversiteit, racisme, armoedebestrijding, die welvaartsgarantie. Dus ik voel dat ze daarmee bezig zijn. Ze krijgen alleen volgens mij net iets te weinig spreekruimte of aandacht en slagkracht. Ze worden heel vaak weggezet vanuit de vervelende... diegene die aan hun mouw komt trekken, maar die je eigenlijk liever niet wil horen of niet wil zien. Terwijl ik denk dat dat een waardevolle partner is die niet alleen maar tegendraads is, maar dat is gewoon een foute perceptie. En wat aan mij zorgen baart, ik sta in het onderwijs, leerlingen, 16, 17-jarigen, die beschouwen de vakbond ook vaak als een lastpost. Gaan jullie aansluiten bij een vakbond? Wow, waarom is dat nodig? Heel die geschiedenis, de strijd die zij gevoerd hebben, waarom dat wij nu staan waar wij nu staan en waarvoor er nog gestreden moet worden, ja, dat is wel de vakbond. Hè? En ik vind dat heel jammer dat dat publiek besef over hoe belangrijk die vakbond is, dat dat niet altijd doordringt. Dus ik beschouw dat als leerkracht als een belangrijke rol om dat te zeggen, van hoe die als partner moeten bekeken worden en als een belangrijke beschermer ook voor bepaalde statuten, maar tegelijkertijd ook een beweging in gang kunnen brengen. Dus ik denk dat er heel veel kansen liggen bij die vakbond. En ik hoop effectief ook dat die een volwaardige plaats krijgen aan de tafel. En er zijn wel al een aantal partners die opgenomen zijn, maar ik denk dat dat breder kan en diepgaander kan. Want ik denk dat zij een duurzame samenleving willen opbouwen, even goed net als de anderen, vanuit hun eigen ideologie weliswaar. Maar die spanningen tussen die vakbonden is ook net nodig, hè. Als we altijd vertrekken vanuit we moeten een consensus hebben en we moeten hier alleen maar steun vinden, ja, dan gaat het niet lukken. Hè? Die vakbonden zorgen voor die gezonde spanning waarbij dat je democratie ook echt tot leven komt, zeker als je zo'n vertegenwoordiging hebt. Er is geen enkele groep, denk ik, die hetzelfde aantal leden kan voorleggen dan zij. Dus neem hen dan ook serieus en geef hen ook de kans om zichzelf te organiseren en om die plaats ook in te nemen. Ja, ik denk... Gewoon aanvullend, ik denk dat een van de gevaren misschien wel is nu van corona, is dat inderdaad erkend wordt dat mutualiteiten of vakbonden interessant zijn voor dienstverlening. He, dus zoals we ook gezien hebben na de Zwarte Zondag, ineens oké, veel investering in het middenveld vanuit sociale cohesie en dienstverlening, maar niet vanuit de politieke rol. Dus ik denk dat het belangrijk is dat vooral vakbonden nu ook wel nadenken over hoe dat ze die politieke rol kunnen opnemen. Want zoals jij zegt, aan het verhaal terugvertellen vanuit, kijk, zie je zo belangrijk dat eigenlijk je waardig werk en je sociale bescherming is op momenten dat je zo met een shock eigenlijk, een systeemshock, geconfronteerd wordt. De vakbonden zouden een manier moeten kunnen vinden om inderdaad dat verhaal ook wel te kunnen aan de man te kunnen brengen op dit moment. Het is niet evident, maar... het is duidelijk dat ze meer dan nodig zijn. Maar het zal echt bewaken zijn dat ze niet in die louter dienstverlenende rol geduwd worden, maar dat ze ook een politieke rol kunnen brengen. Ja. Alright, dat is helder. Ik ben nog eens door de vragen aan het gaan. Ik zie hier ook allerlei conversaties zich ontspinnen in de chat. Maar hier staat er nog eentje tussen. Zouden enkele concrete eisen het middenveld niet kunnen samenbrengen en ervoor zorgen dat ze minder gemarginaliseerd of genegeerd worden door de politieke partijen? Is dat een goede strategie misschien om mee verder te gaan? Ik denk dat wel. Ik denk dat dat wel nodig is. En ja, ik heb er straks al wel op gealludeerd. Daar gebeurt nu wel wat werk rond, maar... Het is ook niet zo evident omdat ze constant nog in evolutie is, om daar heel helder snel mee te kunnen landen. Maar ik denk dat dat nodig is. Mm-hmm. Ik denk dat dat zeker ook nodig is, maar ik zie ook wel dubbel. Enerzijds die consensus en die samenwerking. En anderzijds denk ik dat ze meer rommel kunnen maken als ze elk apart hun eigen dingen gaan nastreven. Zoals ze ook in het begin zijn met die verschillende manieren van actie voeren of beweging brengen. Maar ik geloof ook hierin, want ook binnen het middenveld is er geen consensus. Laat ons eerlijk zijn dat het middenveld bestaat al niet, maar laat staan dat er consensus zou zijn over die grote thema's. Dus dat is, je moet inderdaad partners zoeken binnen dat middenveld, maar tegelijkertijd ook ruimte geven en elkaar niet gaan concurreren op degene die op het andere terrein zitten. Maar ook binnen dat middenveld is er daar een soms, ja... niet zo gezonde concurrentie, maar ook soms neerkijken op of het zich beter voelen van... Ja, als we echt eerlijk zijn, dan moeten wij ook toegeven dat er die ruimte voor een andere visie op waar dat dan die maatschappij moet worden, dat die ook aan bod moet komen. En dat is iets wat ik zelf toch heb geleerd door in de jaren. We vertrokken vanuit Amnesty, Alevel, Broederlijk Deel, en altijd vanuit een zeer concrete hoek bepaalde idealen altijd nastreven, totdat ik zelf vaststelde in mijn eigen netwerk of familie of vrienden
ja, er is evengoed een legitimiteit voor een andere visie. En dat is soms wel iets waar het middenveld is niet per definitie links alleen, hè, is niet per definitie alleen progressief. Hey, dus en als je denkt dat je het kan claimen, ja, dan maak je ook meteen de fout dat je zelf een enge visie hebt over hoe die samenleving moet ontwikkeld worden. Nu, dat is geen gezonde democratie natuurlijk, als er geen tegenstellingen zijn. Dat is net hetzelfde voor het middenveld. Die tegenstellingen moeten er ook zijn. En dat is toch wel iets, ik wil zeker samenwerking en een gemeenschappelijk standpunt vanuit bepaalde organisaties. Maar het zou nog sterker zijn als er die spanning effectief ook toegelaten wordt tussen de andere visie. Want dan pas kom je verder dan, ik lanceer hier mijn beleidsaanbevelingen of mijn visie of ons standpunt. Want pas door de kracht van het proces tussen die twee, krijg je volgens mij echt verandering. Niet alleen door te droppen van dit is onze visie en dit willen wij nu zeker bereiken na corona. Nee, het is dat gezond debat dat eigenlijk naast het politieke gebeurt, maar in die politieke ruimte, waarbij dat die politieke ruimte dan ingenomen wordt door die tegenstellingen die vanuit het middenveld gestuurd worden. Dat lijkt me echt essentieel. Dat durven we te weinig. Het middenveld durft niet clashen tegen elkaar of veel te weinig. Terwijl dat daar ook heel veel energie zou kunnen uit ontstaan. En heel veel beweging en ook heel veel mensen die gemobiliseerd kunnen worden. Ja, misschien daar wel twee dingen bij. Bijvoorbeeld wat ik mis in dat middenveld als ruimte waar er gedebatteerd wordt, is er zijn heel weinig gesprekspartners in dat middenveld die een andere ideologie hebben. Dus dat is voor mij gewoon een groot vraagteken over, ja, heel veel actoren in het middenveld zijn heel vaak wel gericht op, ik zeg nu wel een open samenleving of rechtvaardigheid, is het dan ecologisch of sociaal enzovoort. Maar op het moment dat je in dialoog moet gaan, zit je heel vaak bij een bepaalde politieke partij of bij individuen. Dus voor mij gewoon een meta-analyse in dat middenveld als debatruimte zitten lang niet alle stemmen. En dat is wel een gemis in deze samenleving, want soms moet het debat ook daar gevoerd kunnen worden en niet onmiddellijk op het politieke niveau. Maar daarnaast wil ik ook wel zeggen, ik volg volledig wat Anne zegt, dat je ruimte moet laten. En dat is wat ik ook zie. Ik zie dat iedereen ook wel vanuit eigen vorm en eigen analyses probeert om het verschil te maken. Maar daarnaast zie ik ook wel in deze crisis een aantal rode lijnen. Bijvoorbeeld het pleiten voor, als je staatssteun geeft, dat er voorwaarden aan verbonden moeten zijn. Ja, dat bindt iedereen. Ik merk ook als ze benen zijn, dat is wel armoede, milieu, Noord-Zuid. Dus er zijn een paar lijnen waar ik denk dat we wel moeten durven zeggen, hier staan we allemaal achter. En dat moet niet als een statement ervoor gebracht worden. Maar je moet wel kunnen afspreken, oké, op die nagel kloppen we wel allemaal. Daarover gaan we elkaar niet afvallen. En ik denk dat dat wel nodig is. Maar daarnaast heel veel ruimte laten. Want als je dat gaat betoneren, dan inderdaad laat je niet de experimenten of de stem toe. Want zoals ik daar straks zei, je kunt nu geen analyse maken van wat coronacrisis is, post-corona. En nu een antwoord. Het is constant bezig en constant in verandering. En we moeten continu schakelen in ons privéleven, maar ook in onze analyses en het politieke. Het is constant schakelen. En dat hebben we, allee, ja, persoonlijk heb ik dat ook wel nog nooit meegemaakt als individu, maar ook als leidinggevende in een organisatie. Het is continu schakelen. Mm-hmm. Dus, ja. Ik ga hier nog naar een laatste vraag in de chat voor jullie. Die gaat eigenlijk nog iets anders, bouwt niet echt op wat we nu, maar het gaat over die middenveldorganisatie zelf. En dus het is iemand die zegt dat hij volledig akkoord is en dat het middenveld meer de activistische toer moet opgaan en ook dat er meer dialoog moet zijn met de mensen, bottom-up. Maar in welke mate, vraagt hij zich af, moeten de middenveldorganisaties de verandering van binnenuit doorvoeren? En hij zegt er zelfs bij dat hij graag drie voorwaarden wil waaraan dat die middenveldorganisaties zouden moeten voldoen. Van binnenuit om, de voorwaarden om dan... Om verandering te krijgen, dus meer activistisch, ja. Meer bottom-up. En ja, zorgen dat we die kentering samen kunnen waarmaken, eigenlijk. Ja, ik denk... Doe maar aan, zeg jij maar. Zal ik zeggen? Ja. Je gaat zelfs uit de brand. We moeten er drie doen, Els. Ik doe er één, dan doe jij er één. Dan zien we wel waar we komen. Goed? Ja. Ik heb er één die ik al een beetje gezegd heb, dat volgens mij een middenveldsorganisatie zichzelf moet durven herdefiniëren, regelmatig. En niet vasthouden aan een basisvisie
dat gewoon je eigen missie opnieuw in vraag stellen, uiteraard niet elke 6 maanden, maar dat je dat echt regelmatig moet durven doen. En dat is een zeer gewaagd iets, want de meeste middenveldorganisaties die vertrekken met een visie en die houden zich daaraan. Maar ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is als je effectief ook naar buiten wilt treden, dat dat eerst intern moet gebeuren. Ja. Okay. Ja, dat deel ik al volledig. Ik denk eentje die er voor mij aan gekoppeld is, wij moeten veel meer risico's durven nemen. Dus je moet eigenlijk een organisatie zijn die, zonder dat je garantie hebt op succes, maar vertrekkende vanuit wat is de boodschap die je wilt vertellen, of wat is het verhaal dat je wilt vertellen, de stem die je wilt vertolken. Oké, ook al gaat de politiek niet goed vallen, of gaat je daardoor misschien minder fondsen, bijvoorbeeld voor ons, we zijn een fondsvervende machine, gaat je misschien minder middelen kunnen ophalen, dat je toch dat risico durft nemen. We zijn maar risico-avers geworden. Ja. Oké. Dat is gekoppeld aan het eerste, hè. Ja. Anne, ik heb nummer 3 nog. Nummer 2. Een ander is denk ik dat heel veel middenveldsorganisaties, zelfs kleine organisaties, toch vrij hiërarchisch zijn opgebouwd. Die hiërarchie over een directeur, een coördinator en dan die bewegingsmedewerkers of anderen. Hey, en dat vind ik heel, heel lastig, hein? Want als je eigenlijk effectief wilt vertrekken van onderuit, dan klinkt al onderuit al heel fout. Hein? Want dan lijkt het alsof dat van onder zit en dat naar boven moet gaan. Ja, dat is voor mij heel moeilijk. En als je effectief een horizontale organisatie zou hebben, wat uiteraard heel wat moeilijkheden met zich meebrengt om allerlei redenen, maar dan krijg je toch een veel grotere representativiteit van een aantal mensen of doelgroepen. En dan daarbij, bij die hiërarchie toch, hey, hebben we het lef, hebben we de moed om bepaalde plaatsen ook los te laten? Want ze zijn wit en ze zijn, hey, de meeste directeurs en coördinatoren zijn effectief mensen die uit een bepaalde middenklasse komen, die gestudeerd hebben, die een masterdiploma op zak hebben en die allemaal toch min of meer eenzelfde traject of nest hebben. En als we echt willen representatief zijn, ja, dan moeten we ook dat overhoop durven gooien. Hey. Jongere mensen, oudere mensen, mensen met immigratieroutes, gewoon heel veel andere profielen ruimte geven daar. Dus ik denk, de eigen organisatie binnen uw middenveld moet je ook durven bekijken en zien wie waar op welke functie zit, hoe lang iemand daar zit, vanuit welke achterban dat die daar zit, dat we dat toch ook durven onder de loep nemen. Ja. Anne heeft eigenlijk er 2 gezegd, hè. Waar ik ook wel helemaal... Ja, nee, maar dat is keigoed, want ik volg dat volledig. Ik denk dat je... Wat er intern nodig is, is minder hiërarchische structuur, dus veel meer... Er moeten wel lijnen zijn, er moet een kader zijn, maar er moet veel meer debat intern kunnen. Maar dus degene die ik nog genoteerde was diversiteit. En als ik nu mag spreken vanuit de koepel voor de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, dus dan is... ik weet eigenlijk niet goed wat ik daarop moet plakken, want we hadden er vandaag nog debat over. En is het etnische culturele diversiteit mag ik eigenlijk niet gebruiken, of mensen met migratieachtergrond mag ik ook niet gebruiken. In het Frans is het... Les racinés, denk ik, of les racinants. Er zijn allemaal discussies rond, maar dus voor ons is echt durven toewerken naar een representatie van de samenleving op, ik ga nu het ook benoemen, mensen met migratieachtergrond, is cruciaal. En ik merk ook, we hebben heel weinig legitimiteit om te praten over het multiculturele, als je niet zelf kunt tonen dat ook in al je geledingen zit, en bij je vrijwilligers en je personeel. En, dus onze directeur, dus volgende keer als we een debat gaan, zit ik hier misschien niet meer aan. Ik zeg maar om te lachen, maar het is cliché, maar het is ook, ik merk dat heel erg bij ons, dat dat ook wel een taboe is om dat echt te benoemen. Dus dat is, ook omdat we met het decoloniseringsverhaal zitten. Dus dat is, ik spreek nu gewoon vanuit L12, was ene die volgens mij echt moet vastgepakt worden voor de komende jaren, of we zijn niet meer relevant. Dat is die. Allee. Dat is onze geschiedenis en waar gaan we naartoe. Ja. Right. Ik heb er nog één, Siska. Ik heb hem al een paar keer gezegd, maar lef, hè. Meer ballen aan ons lijf hebben, hè. Durven het conflict op te zoeken en niet telkens vertrekken vanuit de voorzichtigheid en de consensus. Dat moet echt gewoon gebeuren, hè. En er zijn er een aantal die dat verdomd echt wel durven, maar er zijn er veel te veel die veel te braaf en afwachtend zijn. Ik denk, als we dat niet gaan durven, dat er ook effectief niet echt iets in beweging gaat komen. Sluit aan bij wat iemand zei hier in de chat dat ik hier naast mij zie. Stout zijn, zegt hij. Dat is helemaal hetzelfde. Hè? Ja. Ik denk dat we hierbij... Ik had al gezegd dat de laatste vraag vind ik ook wel mooi om daarbij af te ronden bij wat dat die middenveldorganisaties
nodig hebben en moeten zijn. Ik denk dat dat een hoopvolle vooruitblik is naar de toekomst, dat we met z'n allen weten wat ons te doen staat in onze middenveldorganisaties. In de hoop dat we dit moment kunnen vastgrijpen en in de boel de juiste kant in kunnen sturen met z'n allen. Hè. Want daarvoor zitten we hier uiteindelijk deze avond. Ja, super hard bedankt. Ook aan alle vragenstellers en aan het aandachtige publiek. Welkom terug in alle schermpjes. En dank je wel aan Vermeulen, Els Hertogen. Dat is super boeiend om jullie bezig te horen. Voilà, merci. Hartelijk dank ook aan u, Siska Goed. En aan Els Hertogen en Anne Vermeulen ook nog een keer voor dit boeiend gesprek. En iedereen, jullie kunnen allemaal opnieuw de video openen als jullie dat wensen. Degenen die liever anoniem blijven, dat is natuurlijk ook oké. Ik wens jullie allemaal een fijne avond toe en nodig jullie graag ook uit voor het volgende Café Mazereel volgende week, waarbij we dieper ingaan op de rol van kunst en beter na corona met Frederik Sioen, u allen bekend als singer-songwriter, maar sinds kort ook coördinator van het Gents Kunstenoverleg. Hij gaat in gesprek met Frankie de Vos, de coördinator van De Vooruit, onder begeleiding opnieuw van Siska Goed. Voilà. Dus graag tot dan. Ja.